Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u en jou hier in de kerk, thuis of elders, met ons verbonden in Christus, van harte welkom heten. Een speciaal woord van welkom voor onze gastpredikant, dominee Den Braber, en voor de gasten in ons midden. Er zijn de volgende mededelingen. Kinderneverdienst. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 mogen straks naar de kindernevendienst. De dominee zal het aangeven. Ik weet niet of het kindernevendienst is. Ja, mooi. Collectes. Er worden 3 collectes gehouden. De collecte tijdens de dienst is voor de diaconie. Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk en een collecte voor de energiekosten. Koffie drinken. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar een hand te geven en nieuwjaarswensen uit te wisselen in CCK 2 onder het genot van koffie, thee of limonade. Allen van harte uitgenodigd. Wij beginnen deze dienst nu zo mogelijk staande met het zingen van Psalm 27, vers 2, onder begeleiding van onze organist Henk Linker. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. We zijn op deze eerste dag in het jaar 2024 eerst stil voor onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en die trouw blijft. En die nooit voorbij laat gaan het werk waaraan zijn hand eenmaal is begonnen. Genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met en door de werking van zijn Heilige Geest. Amen. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. Ik wens u vanaf deze plek heil en zegen toe. En dat wij allemaal lichtbrengers mogen zijn van het evangelie. Maar er zit ook een klein historisch randje op een andere manier aan deze dienst. Want op deze dag woon ik 33 jaar in Frieseveen. En het is voor de eerste keer dat ik officieel als gastpredikant voorga. In de tweede plaats kijk ik tegen de rug van uw organist aan. En die is vandaag 33 jaar uw organist.
Wat dat betreft hebben we dus iets, Henk en ik. Fijn dat u er bent en met u wil ik iets uit het Oude Testament laten klinken en iets uit het Nieuwe Testament. Maar voordat we verder gaan, zingen we het laatste vers van Psalm 27. Laten we samen een gebed bidden om het licht en de leiding van Gods geest. Heer onze God, met veel geluid namen we in de samenleving afscheid van het oude jaar en knalden ons het nieuwe jaar binnen. Nu zijn we hier op deze plek, huis van gebed, maar ook huis waar de stilte heerst en waar we ons laten leiden door de verhalen die ons in de schrift zijn overgeleverd, waarin we zicht proberen te krijgen op hoe wij dit nieuwe jaar mensen kunnen zijn die geloven in een toekomst vol van hoop. Heer onze God, u kent ons van binnen, beter dan wij onszelf kennen. Zo spreken we de psalmist na. U weet hoe we naar de dagen die gaan komen al kijken, hoe we het jaar voor ons zien. We kijken wellicht uit naar mooie momenten. We maken ons zorgen, Heer onze God, omdat we misschien in de loop van het jaar niet meer het werk zullen hebben wat we nu doen. Of er zijn andere redenen om zorgen te hebben over de mensen om ons heen, ouders, kinderen. En Heer onze God, we vragen ons ook natuurlijk af in deze gemeente hoe het in dit nieuwe jaar zal gaan als kerken sluiten. Maar wat we wel weten is dat u ons hart steeds wilt openen voor uw woord en daarom bidden wij u, Heer onze God, om het licht en de leiding van uw geest, zodat we even alle dingen die onszelf bezighouden wellicht terzijde kunnen schuiven, voor zover als mogelijk is. Of misschien juist ze houden tegen het licht van de verkondiging, het licht van het evangelie, zodat we ook in vrede van deze plek kunnen heengaan. In Jezus' naam. Amen.
Ik wil graag de kinderen nu de gelegenheid geven om naar de kindernevendienst te gaan. De kerk loopt niet tegelijk leeg, maar jullie zijn met z'n vieren. En vier is een mooi Bijbels getal. Noord, zuid, oost, west. Mooie viering. Ik neem u mee naar de schriftlezing uit Genesis 47, de verzen 28 tot en met 31. En daarna lees ik een aantal verzen uit hoofdstuk 49. Jacob woonde 17 jaar in Egypte. Hij werd 147 jaar. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zijn zoon Jozef bij zich komen. Als je mij goedgezind bent, zei Israël, leg dan je hand onder mijn heup en geef mij blijk van je liefde en trouw. Zweer dat je me niet in Egypte begraaft. Als ik straks gestorven ben, breng me dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders. Jozef beloofde het. Zweer het mij, zei Israël. Jozef zwoer het hem. En daarna knielde Israël neer op het hoofdeinde van zijn bed. En dan neem ik u mee naar Genesis 49, het eerste vers. Daarop liet Jacob al zijn zonen bij zich roepen en zei, kom allemaal hier. Dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Wat hij dan zegt, dat sla ik over. Maar ik neem u vervolgens mee naar het 29e vers. Toen gaf Jacob zijn zonen de volgende opdracht. Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hetiet Efron, in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre in Kanaan. De akker die Abraham van Efron heeft gekocht, omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven. Daar zijn Isaac en Rebecca begraven. En daar heb ik Lea begraven. Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht. Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven, trok Jacob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Een psalm te zingen aan het einde van het jaar en aan het begin is psalm 90, waarvan we nu het eerste en het laatste vers gaan zingen.
En dan neem ik u voor de evangelielezing mee naar Lucas 2 vanaf vers 22 tot en met vers 39. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen. En loofde hij God met de woorden: nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Azer. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Voor de verkondiging uit zing ik graag met u de woorden van Zacharias in gezang 67, het derde vers, want dat zijn de woorden die ook Simeon deels in zijn mond neemt. Gij zijt de stem der profetie. Thank you.
Straks na de verkondiging zing ik graag met u het 7e vers van Psalm 68. En u kent dat vanuit de oude berijming als het lied Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben met veel geluid afscheid genomen van het jaar 2023. Vuurwerk verboden op 16 plekken in ons land hebben eigenlijk niets uitgehaald. Het bleef niet stil, integendeel. In het gedeelte dat ik u heb voorgelezen uit het eerste Bijbelboek Genesis komt op een bepaalde manier maar heel weinig geluid voor. Want we zijn met elkaar in dat verhaal terechtgekomen in de slaapkamer van Jacob, waar hij aangeeft te zullen sterven. Tegen het geluid dat wij kunnen produceren om een jaar uit te luiden en in te luiden, staat dit verhaal waarin een vader zijn lievelingszoon in de ogen kijkt en hem dringend vraagt hem niet te begraven in het land waarin hij nu woont, maar een begraven op de enige plek die van hen is in het land Kanaan. De plek die gekocht is door Abraham, waar Abraham is begraven en Sara, Isaac en Rebecca en Lea. Zweer het me. Zodra de naam Jacob valt en we op zijn leven zouden terug willen kijken, dan weten we over hem best wel het nodige te vertellen. Het was een bijzonder man. Niet de lieveling van zijn vader, maar de lieveling van zijn moeder. Het was een jongen die deel uitmaakte van een tweeling. Een jongen die toch graag het eerstgeboorterecht wilde hebben. Zijn broer om de tuin leidde of verleidde met een bord linzensoep. Zo de woede van zijn broer op zijn hals haalde, zodat hij moest vluchten om niet gedood te worden, en een godservaring had midden in de woestijn. Een ladder opgericht. Een ladder die altijd zijn naam zou blijven dragen. Jacob's ladder. Maar hij was van God. Een man die bedroog en bedrogen werd. Een man die trouwde en een man in bonus werd. Maar diep in hem ging de angst mee voor de woede van zijn broer. En op de grens van het oude en nieuwe land in Pniel vocht hij zijn strijd uit. Maar ging vanaf toen, mank aan zijn heup, het leven door. Het gevecht had littekens opgeleverd. De man met het litteken, wat ons wellicht verwijst naar Jezus, die opstond uit de dood, maar als een getekende. Jacob, die zijn slimheid durfde aan te wenden, ook zelfs op het moment van een crisis.
het ene deel van zijn bezit de richting van Esau op, een ander deel het land in, zodat, mocht dat, Jacob bleef Jacob. Wij zouden wel heel veel over hem kunnen vertellen. En Jacob zou ook over zijn kinderen wel heel veel kunnen vertellen. Want veel geschiedenis over Jacob slaan we over in de Bijbel. Maar hij had heel veel te stellen met zijn jongens. Het was een moorddadig stelletje tuig. Want toen hen het gerucht ter oren kwam dat zus Dina wellicht aangerand zou zijn, het gerucht, moorden ze een hele stad uit. Sichem. En toen de lievelingszoon van hun vader Jozef hen kwam opzoeken op het land, maakten ze er een toneelspel van. Deden alsof hij dood was en keerde diep verdrietig terug naar zijn vader. Jacob werd getekend door het verdriet, zo zegt de schrift, om die verloren zoon. En dan blijkt die zoon nog te leven. Wat gaat er door je heen? Op zo'n moment als ouder, als je al jaren probeert ergens de dood van je kind een plek te geven zonder dat je dat kind ooit begraven hebt. Het doet mij denken aan een verhaal dat onlangs gebeurde. Een oma die haar kleinzoon al meer dan 11 jaar kwijt was en dacht dat hij gestorven zou zijn. Maar die dwalend door Zuid-Frankrijk gevonden werd door de politie. En vlak voor kerst terugkeerde in de armen van zijn oma. Wat gaat er dan door je heen als zo'n bericht bij je komt? Als niet de politie voor de deur staat met de mededeling: we hebben een naar bericht voor u. Maar mevrouw, we hebben een heel bijzonder bericht voor u. We hebben uw kleinzoon gevonden. Vader, uw zoon leeft nog. Hij is onderkoning in Egypte. En zo vertrekt hij op zijn oude dag naar Egypte. Hij moet het land verlaten waar hij geboren is, maar slechts ten dele getogen. Maar hij heeft zo'n lang leven al achter zich dat hij er langer zal vertoefd hebben dan in het land van Laban. Het land van zijn schoonvader. Jacob. We kijken hem in de ogen in Genesis 47 als een man die stervende is en één diepe wens heeft. Begraven te worden. De grond die hem eigen is. Zijn eigen grond. Dat zal zijn thuis zijn. Jacob. Hij laat het zijn zoon Jozef beloven met een eed. En doet dat op de plek waar hij geraakt is. Zijn heup. Voelbaar. Je doet het, hè, Jozef? Er is een prachtig fragment in het Genesis-verhaal wat u maar eens moet lezen. En dat is het fragment waarin hij de zonen van Jozef bij zich laat komen op zijn sterfbed. Twee jongens, opa met zijn kleinzoon. Zal opa dan vertellen over wie hij was? Wat hem overkomen is? Hoe hij gereageerd heeft
op dat wat hem overkomen is? Nee. Dat doet hij niet. Hij strekt zijn handen naar de jongens uit. Zegenende handen. En met die zegenende handen doet hij eigenlijk recht aan zijn eigen geschiedenis. De jongste krijgt de eerste zegen en de oudste de tweede. Het verhaal van de gekruiste zegen. Een kruisteken. Jacob zegent. En dat is kenmerkend voor Jacob. Als hij afscheid neemt van het leven, dan is zijn enige zorg voor hemzelf begraven te worden op de plek waar hij altijd thuis is geweest. Maar zijn andere zorg is dat hij zijn visie op zijn kinderen kan delen met hen. Want hij roept ze allemaal stuk voor stuk bij zich. Alle 12. En hij geeft ze alle 12 een zegen. Met het oog op hun toekomst. Ik stel het me ongeveer zo voor. Dat vader Jacob, oud geworden, heel veel heeft na kunnen denken over hoe zijn kinderen, zijn klein en zijn achter en zijn achterachterkleinkinderen zich hebben ontwikkeld in de loop van de geschiedenis. Wat er met hen gebeurd is. Bij elk kind heeft hij een verhaal. En hij ziet de weg van dat kind voor zich. En hij deelt dat met zijn kind. Met de oudste. Ruben. Tot en met Benjamin. Afscheid nemen. Hoe doen wij dat? Moeten we wachten tot het moment dat we net als Jacob weten dat ons lichaam niet meer de kracht heeft om verder te leven? Onze geest uitgeblust raakt? Weten onze kinderen welke toekomst wij voor hen zien? Durven wij onze handen uit te strekken naar onze kinderen en hen heil en zegen te wensen voor het nieuwe jaar? Of houden we onze kinderen bezig met alles wat er is geweest in het verleden, met onszelf of misschien wel met de organisatie waarin we groot geworden zijn, het werk dat we gedaan hebben, de kerk waar we ingekomen zijn? U gaat kerken verlaten, gebouwen, maar God toch niet? Zullen onze kinderen aan ons merken dat we voor hen proberen een ruimte te scheppen zodat er toekomst is om te blijven geloven, hopen en liefhebben? Dat we er voor hen zijn, hun toekomst tegemoet? Net als Simeon, een bijzonder mens. Een begeestigd mens, een geïnspireerd mens, een mens waarover de evangelist Lucas niet uitgesproken raakt door hem een aantal keren te verbinden met de Heilige Geest. De Geest die iets met hem doet. Het is een man die voortdurend zijn hart open heeft gesteld om die belofte van God, die maar boven de markt van het leven hangt, om die belofte van God op het spoor te komen waar God bezig is om die belofte invulling te geven. Zijn ogen zijn erop gericht, op die toekomst die God voor ogen heeft. Een toekomst. Een toekomst, Simeon,
die ik je zal laten zien in de tempel. Gedreven door de geest. Zoals Jezus gedreven werd door de geest in de woestijn in het Markusevangelie. Zo wordt hier Simeon gedreven door de geest de tempel binnengebracht. En hij loopt op twee mensen af. Of lopen die twee mensen op hem af? U mag het zeggen. En als hij deze twee mensen, deze ouders ziet. Er worden geen Jozef en Maria genoemd. De ouders. Als hij de ouders ziet, neemt hij het kind van hen over. Zal Maria niet naar Jozef hebben gekeken? En Jozef naar Maria, wat gebeurt hier? In 's hemelsnaam. Misschien heeft Maria het wel gedacht, want Maria is een denker. Iemand die alle woorden die ze rondom de geboorte van Jezus tot zich gekregen heeft, in zich heeft opgenomen. En ze bewaarde al deze woorden in haar hart. En daar, die oude man, die wellicht aan het einde van zijn leven is, neemt dat kind van hen over en zingt bij dat kind een lied. Zoals er zoveel gezongen wordt rondom dit kind. Zoals Maria zelf zong. Mijn ziel maakt groot de Heer. Zoals Zacharias zong over de vertroosting voor Israël. Zoals Simeon nu zingt. En alle drie die liederen klinken elke dag. Wie in een klooster te gast is, hoort elke dag deze liederen voorbij komen. Om het compleet te maken in de completen, zoals die genoemd worden. Het lied van Simeon als laatste. Als afsluiting. Want dan kun je 's avonds je ogen sluiten en in vrede slapen gaan. Ze hebben naar hem gekeken. En Simeon, ja, hij heet hier Simeon of Simeon. Maar zijn vader en moeder zullen wellicht hem Samuel hebben genoemd. Want dat is de Joodse naam. Samuel. Dat betekent God hoort. Want het is het woord van God dat iedere keer mag klinken, wat je nooit mag vergeten, wat je als het ware aan je deurpost hangt als Jood, de Mesoeza. De Heer onze God is één. Je raakt als het ware altijd de naam van God weer aan voordat je je deur binnengaat. En voordat dit kind de deur van het leven verder binnengaat, raakt Simeon hem aan. Hij neemt hem in zijn armen. Hij wiegt hem met een lied waarin hij zijn diepe dankbaarheid voor God uitspreekt, dat hij nu in vrede kan heen gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Heeft u, te midden van alle kerstgebeuren, het heil gezien? Simeon. Dan kijkt hij Maria en Jozef aan. Dan heft hij zijn handen. Net als Jacob op zijn sterfbed. En zegent Jozef en Maria. Hoe zal hij dat gedaan hebben, denk ik? Zal hij dat gedaan hebben met de zegen van de priester? De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Of heeft hij andere woorden gebruikt? Maar hij zegent ze. Hij verbindt ze. Hij verbindt God met hen. Hij leidt ze als het ware samen met hun kind de toekomst van God in.
En dan kijkt hij ze nog eens een keer aan. En houdt hij een kleine overweging. Een kleine preek. Ontwikkelt hij een visie op dit kind. De toekomst van dit kind is een toekomst waarin mensen dit kind zullen ervaren als een licht en tegelijkertijd ze zullen ook over dit kind heen vallen. En voor anderen zal hij een kind zijn waarbij ze opstaan. Met vallen en opstaan. En ik kan mij zo voorstellen dat hij misschien beide, maar vooral Maria heeft aangekeken toen hij zei, maar door jouw hart zal een zwaard gaan. Wat gaat er dan door je heen als moeder? Wat gebeurt er? Het is niet een blijde boodschap aan het begin van een tijd dat je een kind zal gaan opvoeden. Wat is hier bedoeld? Wat wil Simeon zeggen? Er is veel met dit kind aan de hand en er zal om dit kind veel gebeuren. Er zal door dit kind veel gebeuren. Dit kind van de toekomst. Bent u al over Jezus heen gevallen? Of staat u elke dag met hem op? Want het is een verhaal, zoals Simeon zegt, zowel voor de mensen die niet behoren tot het volk van Israël, als voor Israël zelf. Dit kind omvat de hele wereld. Dit kind wordt van betekenis. Dit kind staat als een signaal in de samenleving, als een teken waar je niet omheen kunt, voor of tegen. Een zegen geven. Jacob geeft zijn kinderen een zegen voor de toekomst. Simeon geeft Jozef en Maria een zegen voor hun kind. Voor de toekomst. Een nieuw begin. En even verderop staat een hele oude vrouw te zingen. Een hele oude vrouw. Een bezienswaardigheid. Zo oud is ze. Hanna. Dat is mooi. Samuel. Simeon. En Hanna. Was Hanna niet de moeder van? God is genadig. En ook zij zingt over dit kind. Zij vertelt aan de mensen over dit kind. Misschien met een hele gebroken stem. Houd toch op, lieve mensen, dat als je grijs bent, je niks meer te vertellen hebt. Dat je dan je tijd hebt gehad. Nee, Simeon zegende ouders, vertelde iets over het kind, sloot daarna in vrede zijn ogen. En daar staat ze. Er staat even iets bij. Ze komt uit de stam Azer. Daar staat maar een enkel zinnetje over. In de zegenspreuken van Jacob. Maar even duikt ze op. Even maar. Even komt ze naar voren. Maar ze doet haar verhaal. Het wordt toch blij afgesloten in het Lucas-evangelie. Een blijde oude vrouw die wijst op de toekomst. Hoe blij bent u met de toekomst waarin Jezus ons voorgaat als een kwetsbaar kind ons meeneemt op weg in zijn koninkrijk? Is hij ook degene voor u die u, laat ik zo zeggen, de kans geeft om in vrede uw ogen te sluiten of in vrede uw weg te gaan? Ik denk aan Jezus. Als hij na zijn opstanding binnenkomt bij zijn leerlingen en dan zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u.
vrede, shalom, gerechtigheid, welzijn. Alles wat God je toe wil wensen, dat wens ik je toe. In dat ene woord wat alles omvat in mijn beleving, wat uitgesproken wordt in de Bijbel. Vrede op aarde voor alle mensen in Gods welbehagen. Dat is afzien van oorlog en opzien naar Jezus. Amen. Laten we samen danken, voorbeden doen, ook samen stil zijn en dan samen afsluiten met het bidden van het Onze Vader. We danken u, Heer onze God, voor wat u in de schrift laat horen over iemand die niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. Zijn zegenende handen uitstrekt naar zijn kinderen. Jacob. Een man over wie we veel zouden kunnen zeggen. Niet in alle opzichten een voorbeeld. We danken u, Heer onze God, voor Simeon. Hoe hij zijn handen uitstrekt naar het kind, omdat hij in dat kind de uitgestrekte handen van u naar ons heeft ontwaard. We danken u voor Hanna, die blijft spreken over dit kind, hoe grijs en oud ze ook is, die verder kijkt dan haar eigen leven en wijst op de toekomst die dit kind in zich bergt. We danken u dat we als gemeenschap, Heer onze God,
ons bewust mogen zijn dat we gemaakt zijn om naar de toekomst te wijzen. Om niet te blijven hangen in wat was, maar kijkend naar onze kinderen, kleinkinderen of degenen die ons toevertrouwd zijn in ons leven, met wie we optrekken, de neven en de nichten, de kinderen op school, de kinderen van deze wereld, Heer onze God. Om hen, Heer onze God, de zegen te geven, te laten ervaren dat U, Heer onze God, met hen meegaat en hen op te roepen om met U te gaan. Wij bidden U dat wij in het nieuwe jaar dat nu is aangebroken als goede richtingaanwijzers zullen gaan functioneren. Lichtdragers van U zullen zijn. Heer onze God, er is veel duisternis in deze wereld. En soms voelen we ons onmachtig. Maar U heeft niet gezegd dat wij alles kunnen en hoeven te kunnen. Maar U heeft ons wel de opdracht gegeven om licht in deze wereld te zijn. Soms kunnen we niet meer dan een kaarsje aansteken. Maar dat we lichtpuntjes voor elkaar zijn. En dat we met elkaar, Heer onze God, een cirkel van licht kunnen maken in een ruimte waarin veel duisternis is. Dat de warmte van de vlam mensen mag verwarmen. Dat mensen door die vlam heen ons gezicht en in ons gezicht uw gezicht ontwaren. Omdat wij beelddragers van u zijn. Heer onze God, de lijst van plekken in deze wereld waar de duisternis mensen angst aanjaagt, maar ook ons mensen angst aanjaagt, is lang en groot. De Oekraïne, Gaza, Soedan, de Congo, Jemen, Myanmar. Heer onze God, er zijn zoveel plekken waar mensen voor elkaar en met elkaar zo bezig zijn dat het mens zijn een vraag wordt. Dat wij mens zijn op deze aarde, Heer onze God, om mensen de weg te wijzen. Niet om steeds onze vinger uit te strekken en zeggen jij, maar om onze handen uit te strekken en elkaar bij de hand te nemen. Elkaar op de weg van het leven te houden. De weg van de vrede. We danken u, Heer onze God, dat wij met elkaar kerk mogen zijn op deze plek. Dat we ons realiseren dat we daarmee ook een verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving op deze plek. Juist naar de samenleving. Dat we geen kerk zijn om onszelf te dienen, maar om u te dienen. Vader in de hemel, een moment van stilte. Om even wellicht een paar dingen tegen u te zeggen of om gewoon stil te zijn. Want misschien wilt u wel wat tegen ons zeggen? Hoor ons dan in die woorden die Jezus ons voorbad toen hij zei: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Na de inzameling van de gaven zingen wij ons slotlied en dat is een danklied. Gezang 44, dankt nu alle God met hart en mond en handen. En dat eindigt zo, van hem de ene Heer gaf het verleden blijk. Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
dat God mijn handen neemt om daarin te laten zien dat zijn handen naar u worden uitgestrekt, naar ons worden uitgestrekt, om ons te zegenen bij ons laten en bij ons doen, bij ons gaan en bij ons staan, bij ons zitten en liggen, in vreugde en verdriet. Als een woord dat God altijd met ons gaat. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.